Tijdens zijn optreden bij dit was het nieuws heeft Frans Bauer iets opvallends gedeeld: hij rijdt zelf ook op een vetbike. Lachend vertelde hij: Ja, het gaat inderdaad veel te hard, laten we eerlijk zijn. Maar ik heb zelf ook een vetbike. Hahaha. Ha, ha. Het is een groeiende ergernis onder veel mensen, kinderen en jongeren, die met hun vetbikes als een speer door de straten razen, zonder enige zorg voor de veiligheid. Deze stoere voertuigen worden vaak gezien als een plaag in de ogen van bewoners. De politiek lijkt nu serieuze stappen te willen zetten om deze fatbikes minder aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door het invoeren van een helmplicht. Een maatregel die niet bepaald in goede aarde valt bij de jeugd, die dergelijke regels allesbehalve cool vindt. Radio-DJ Frank van der Lende liet aan dezelfde desk van Dit Was Het Nieuws weten dat hij er helemaal klaar mee is. "Die fatbikes zijn echt een groot probleem, als je het mij vraagt", zei hij resoluut. Peter Pannenkoek wilde weten of dit probleem zich enkel tot de randstad beperkt of dat het ook elders speelt, zoals in Feyenaard. Frans Bauer bevestigde dat ook in zijn dorp de fatbikes de straten domineren. Ja, die dingen gaan echt keihard bij ons, al dus Frans. Jan Jaap van der Wal stelde vervolgens de vraag die velen bezighoudt, het zijn toch eigenlijk gewoon brommers? Frans stemde daarmee in en herhaalde zijn eerdere opmerking, ja, het gaat veel te hard, laten we eerlijk zijn. Maar, zo voegde hij er grijnzend aan toe, ik heb zelf ook een fatbike. Hahaha. -ha -ha -ha. De studio barstte in lachen uit, deels van verbazing. Jan Jaap riep geschokt, nee, nee, nee. Peter vroeg lachend of Frans ook op zijn fatbike via de A2 naar de studio was gereden. Frenk van der Lende wilde graag weten waarvoor Frans zijn fatbike gebruikt. Hierop antwoordde Frans nonchalant dat hij het voertuig overal voor inzet, als ik naar de Chinees ga, ha ha ha, naar de supermarkt. Dan ben ik heel snel, maar het is natuurlijk niet veilig, ha 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 en ik draag ook geen helm. Jan-Jaap benadrukte het probleem, het is toch jammer dat een van de grootste influencers gewoon zegt, ik heb er één en ik rij zonder helm. Zo schiet het natuurlijk niet op. Frans reageerde verontschuldigend, ja, maar ik heb een fatbike, ik kan er niks aan doen. Peter Pannekoek, nog steeds lachend, je kunt er niks aan doen? Op een dag zat je ineens op een fatbike? Je werd wakker op een fatbike? De discussie over de veiligheid en het gebruik van fatbikes werd zo, met een flinke dosis humor, nog eens onder de aandacht gebracht in de uitzending, met Frans Bauer als onverwachte ambassadeur van dit snelheidsmonster.